Zo, in het vierde filmpje gaan we het examen afmaken. Welk examen is het dan? NASC 1, Vimeo GLTL 2021, derde tijdvak. We zitten bij meten. Bij een elektriciteitspachting wordt gemeten aan een schakeling. Ik zie hier een stroombron, twee weerstanden van 40 en 12 ohm en een amperemeter. Oké, de stroomsterkte door de amperemeter is 0,3 ampere. Bereken dan de spanning die de spanningbron levert. Oké, we gaan dus naar deze tak kijken. 40 ohm is de weerstand en er staat 12 volt over. Dan kan ik de stroomsterkte makkelijk uitrekenen met deze formule. U is equal R, oftewel de wet van ohm. Spanning is stroomsterkte maal weerstand. Invullen. De spanning is dus 0,30 ampere. Maal de weerstand is 40 ohm. Spanningsstroommeter is zelf bijna geen weerstand, dus zit dat niet mee. Komt uit 12 volt. En dat is ook wat hier staat. Parallel aan de eerste winter wordt een weerstand van 12 ohm geplaatst. Hier is dat gebeurd. Dat was in de andere teken trouwens ook al zo. Dus, okay. Wat kun je zeggen over de stroomsterkte door de weerstand van 12 ohm? De spanning is hetzelfde hier en hier. Maar de weerstand is kleiner. En dat betekent dus dat het makkelijker is voor de stroom om door te gaan. Dus hier zal meer dan 0,30 ampère doorgaan. Je kan het ook aan de formule zien. Als je die formule die hier staat omschrijft, zodat de stroomsterkte vooraan komt, is de spanning gedeeld door de stroomsterkte. De spanning is bij allebei gelijk. Als de weerstand dan kleiner is, deel je dus door een kleiner getal en wordt de uitkomst dus groter. Dus meer stroom. En dat is ook precies C, dat is wat dat klopt. Bereken dan de totale weerstand van deze schakeling. Het is een parallelschakeling, dus je moet de formule voor de parallelschakeling ook gebruiken. Dat is 12,7. 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door de ene weerstand plus 1 gedeeld door de andere weerstand. Nou, dat is een kwestie van invullen. 1 gedeeld door 12 en 1 gedeeld door 40. Als je dat op je berekenmachine met de breuk dus intikt, dan krijg je 1320ste. En dan moet je die nog even omdraaien om de vervangingsweerstand te weten. Dus 120 gedeeld door 13. En dat is 9,3 ampère. Ohm. Zoals hier ook staat. 9,2, 9,3. Kijk dat je... 120 gedeeld door 13. Ja, dat is 9,2. Geen 9,3. Goed. Maakt niet zo uit, denk ik. Koffie met smaak. Koffie zetten met stoom onder hoge druk geeft een lekkere smaak. De koffie zit dan in speciale aluminium cupjes. Dat zullen deze dan wel zijn. Dit is het apparaat dat het doet. Het apparaat verwarmt water tot stoom. De stoom wordt met een kracht van 900 newton door het cupje geperst en de koffie loopt in de beker. Het oppervlak van het cupje is 5,8 vierkante centimeter. Bereken dan de druk op het cupje. Die gaat dan in newton per vierkante centimeter komen. Nou, doe je met deze formule. Ik moet de druk weten. Ik weet de kracht en ik weet het oppervlak. Kracht is 900 newton. Oppervlak is 5,8 vierkante centimeter. Krijg je antwoord in newton per vierkante centimeter. Nou, reken maar uit. Dat is 155, precies wat hier staat. Als het persen begint, hoor je een geluid met een trillingsgeving van 12,5 milliseconden. Groot is de frequentie van dit geluid. Oké, dan doe je met deze formule. Frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. En de trillingstijd is 12,5 milliseconden. Maar dan willen we graag wel even secondes van maken. Anders een milli is een duizendste. Dus dat is 12,5 maal een duizendste seconde. 12,5 maal 10 tot de min derde. Moet je even tussen haakjes zetten en dan 1 gedeeld door die waarde is dan de frequentie en die is 80. En dat is C, dat klopt. Ja. Het geluid dat ontstaat is te vergelijken met het geluid dat je hoort bij het blazen over een lege fles. Tijdens het persen neemt de druk van de hete stoom af en het geluid verandert. Over deze verandering staat in de uitdrukbare een tabel. Zet in elk rij 1 kruisje op de juiste kolom. Dus de druk neemt af en het geluid van als de druk afneemt, dan neemt het de sterkte van het geluid dus af en die hangt samen met de amplitude van het geluid, dus die neemt af. De toonhoogte verandert niet, het geluid wordt alleen zachter. Dus de frequentie en de trillingstijd die blijven gelijk. Ja, oké, gaan we naar de laatste reeks waarschijnlijk, of misschien één laatste reeks. Ligt bij de voordeur. Nicole heeft een voordeur. Met de voordeur een sleutelkastje met een codeslot. In het donker is de code lastig in te stellen. Daarom ontwerpt ze een schakeling met een variabele weerstand, een lampje en een schakelaar. De variabele weerstand is zo ingesteld dat het lampje gaat branden als de schakelaar wordt gesloten. Nicole meet de stroom
door en de spanning over de variabele weerstand. In uitwerkbijlage staat een deel van de schakeling, maak die compleet met stroom- en spanningsmeter. En die moeten dus over de variabele weerstand. Gaan we die eerst maar eens even zoeken in de tekening. Dat is deze, dit is de variabele weerstand. Dus die rechthoek met die pijl erin. Weet je het symbool niet? Tabel 14. Dit is een transistor, dit is een lampje, dit is de stroombron en dit is de schakelaar. Nou, eerst moet natuurlijk hier nog een draad worden getrokken van die schakelaar naar die variabele weerstand toe. En dan moet de ampère en de stroommeter die moeten daarmee. Dus de amperemeter die kun je bijvoorbeeld hier zetten aan de linkerkant. Of tussen de weerstand en de transistor in, dat mag allebei. En de voltmeter die moet parallel staan over de variabele weerstand, dus zo. Nou, hier is dat getekend, zie je wel. Als de amperemeter maar in serie zit met de variabele weerstand en de voltmeter parallel, dan is het goed. Oké. De oplaadbare batterijen in de schakeling raken snel leeg, zodat Nicole wel eens vergeet de schakelaar. Omdat Nicole wel eens vergeet de schakelaar om te zetten. De batterij heeft een capaciteit van 2100 mAh. Als de lamp brandt, loopt een stroom van 0,8 ampère door de schakeling. Na hoeveel uur branden is de batterij dan leeg? Nou, hier hebben we drie keuzes. En er wordt gezegd dat het is B, 2,5 uur. Gaan we aantonen dat dat zo is. Hoe doe je dat? Dat doe je met de formule die hoort bij dit soort batterijen. Capaciteit, formule, capaciteit is stroomsterkte maal tijd. Nou, je hebt 2100 mAh. En de stroom gedeeld door 100, dus 1000, want daar moet je natuurlijk ampère uur van maken. Want dat is de juiste eenheid. Dus daar komt 2,1 uit. Hè? En de stroomsterkte is 0,8 ampère. Die staat hier. En dan hou ik alleen de tijd over. Dus dan krijg ik de tijd is 2,1. Dat is deze. Gedeeld door die 0,8. En dat is 2,5 uur. En dat is inderdaad B. Dus dat is goed. Nicole ontwerpt een andere schakeling. Zodat het licht na enige tijd vanzelf uitgaat. Je ziet hier het schema van de schakeling. Hier zie ik dus een condensator erbij gekomen en hier zit een readcontact, is dat volgens mij. Ik bedoel een drukschakelaar, ik zeg het verkeerd, een readcontact, kom nou, dit is een drukschakelaar. En dit is wel een condensator. Dit is nog steeds een weerstand, maar die is nu niet meer variabel. Hier zit nog steeds de transistor. Hier zit nog steeds een lamp en hier zit de batterij nog. Oké. Over de werking van de schakeling staat in de uitdrukbare een aantal zinnen. Omcirkel elke zin de juiste mogelijkheid. Als de drukschakelaar losgelaten wordt, brandt de lamp nog ongeveer 10 seconden. Het is mogelijk om een zwaardere condensator in de schakeling te plaatsen. In een zwaardere condensator kun je meer energie opslaan. Wat zal er met het lampje gebeuren als in deze schakeling een zwaardere condensator wordt gebruikt? Nou, dan gaat het lampje natuurlijk langer branden, want daar ging het juist om, hè? Ja, die kan dus die stroomsterkte die nodig is, die kan die langer afgeven, omdat die meer energie bevat. Dus dat is D. Het lampje gaat niet feller branden of minder fel branden, het duurt alleen langer. Dat is ook het idee natuurlijk. Even kijken, dat was het alweer, het einde van het examen. Zoals je ziet staat op het videokanaal waar deze video op staat, staan er nog veel meer. Dus als je het leuk vindt om te kijken of je denkt, hé, daar heb ik wat aan, kun je daar terecht. Moet je examen doen, dan wens ik je veel succes met je examen. En wie weet tot ziens een keer op dit videokanaal.